Ik wil daar heel even op inhaken, want u heeft het nu over de tegenstellingen in het land. U had het net over een natuurgebied. Afgelopen zondag bij het RTL-debat benoemde u als enige, en toen dacht ik, hier moet ik op inhaken, het verschil tussen stad en platteland. Ja. Maar daar bleef het wel bij. Dus ik was heel erg benieuwd, wat maakte dat u die opmerking maakte? Wat baart u zorgen? Nou, wat ik heel erg voel op het platteland en proef op het platteland, is dat mensen zich vergeten voelen. En dat er heel veel saamhorigheid is en vaak heel veel sociale samenhang, dingen die we in de stad soms moeten organiseren. Maar dat mensen het gevoel hebben, ja, we hebben ook een klein beetje hulp nodig. Ik heb net 24 uur doorgebracht in Westerbroek. Piepklein dorpje onder de rook van Groningen, maar net zo'n dorpje als hier in de omgeving te vinden zijn en waar dan ook in het land. En wat daar speelt is dat het laatste schooltje dicht dreigt te gaan. Mm-hmm. Want er waren maar 43 leerlingen. En het dorp is in beweging gekomen. Ik heb ze een beetje kunnen helpen. Ze kregen hulp van een man die hetzelfde mee had gemaakt in Zeeland. En die school kan met een experimentenstatus door. En het is oprecht ontroerend om te zien hoe mooi dat is. Wat dat voor dat dorp betekent. Dat ouders elkaar zien op het schoolplein. Dat je dus kans hebt dat jonge ouders nog in het dorp gaan wonen. En dat gaat mij ontzettend aan het hart. Want het is niet te meten in efficiëntie en in financiële termen, maar het is wel waarom soms het leven, zoveel, de kwaliteit van het bestaan zoveel groter is. Dat je iets met elkaar hebt in een dorp of in een buurt. En ik vind dat politiek oog moet houden voor de mensen die niet aan het schreeuwen of aan het schelden zijn op internet, maar die wel een heel gerechtvaardigde wens hebben. Dus ik ben daar blijven slapen in het dorp. Heb gepraat met een veehouder die last had van de regels. Heb gezien hoe er waren daar in een dorp van 800 mensen wel 24 verenigingen waar mensen zich inzetten. Mm-hmm. Ik vind het een taak van de politiek om te verbinden. Dus niet mensen tegen elkaar op te zetten en te zeggen het is allemaal de schuld van een ander. Maar om juist weer oog te hebben voor wat er voor moois gebeurt. En wij denken dat we met een klein beetje geld en een klein beetje hulp, wij willen een vitaliteitsfonds voor dit soort kleine krimpgemeenten, dat je daar heel veel nieuw leven, heel veel dynamiek, maar ook heel veel optimisme kan terugbrengen. Dus dat is de wilde reden. Ik doen, alleen Buma die begon toen, alles is mis door de PvdA. Ja. Dus dat kwam er toen niet van, maar nee. Fijn dat je hier vraagt. Dat u heeft even gericht.